Hey mensen, welkom bij een nieuwe video op dit kanaal en vandaag gaan wij kijken of wij slim zijn. Maar daar hoef ik geen test voor te doen. Nee? Nee. Want? Dat weet ik. Dat je slim bent. Dat jij slim bent. Nee, wij gaan vandaag Dylan Hagens quizjes doen. Maar het kwam een tijdje terug op iets uit. Dat waren online quizjes die over ons gemaakt worden. Je hebt dus allerlei websites waar je een quiz kan maken. En blijkbaar hebben mensen er moeite in gestopt om quizjes te maken over Team Dylan Hagens. Nou, dat vonden we hilarisch. Ja, dat vonden we grappig. Vooral toen ik het ging doen moest ik erg lachen. Want ik wilde kijken hoe goed ik erin was. En toen heb ik ha gedaan. Dus ik dacht, het is wel leuk voor een video. Het zijn hele leuke creatieve quizjes. Super leuk dat mensen überhaupt tijd stoppen in het maken van een quiz over ons. Maar wij gaan er gewoon vandaag een paar doen, omdat het gewoon geinig is. We gaan gewoon beginnen met de eerste quiz. Die hebben we gevonden op alletests.nl. De eerste vraag. Dit is, wat voor quiz? Hoe heet deze quiz? Ben je Dylan Hagens fan? Door Dylan Hagens fan. Dus ik denk dat diegene die hem heeft gemaakt, die is wel fan. Dat moet wel, anders heet je niet Dylan Hagens fan. Nee. Test in 10 vragen of jij alles over Dylan weet. Spieken is streng verboden. Oh, spieken. Spieken. Nee, we moeten niet spieken. Wanneer is Dylan jarig? Ja, dat weet ik wel. Maar weet jij het? Ja, tuurlijk weet ik dit. Next. Welke animatieliedjes... Welke animatieliedjes zijn van Dylan? Super vet. En pret gezicht. Ja, dat is wel een liedje. Kort en pittig en tomaten met pit. Kort en pittig en grammonatie. Grammonatie en heet en blond. Super vet en pret gezicht. Super vet. Super, super vet. Of denk je kort en pittig en grammonatie? Ja, dat is hem. Nee, want pret gezicht is ook niet. Er staat welke animatieliedjes zijn van Dylan. Ja, oké, tussen haakjes. Maar liedjes zou dat dan ook kunnen zijn. Nee, maar ze bedoelen animatie. Dan moet je zetten welke animatieliedjes Dylan Hagens fan. Ga jij dan meteen zo'n grammonatie zijn? Dat is dus de reden waarom we die hebben gemaakt. Lastige. Een lastige vraag. Wat is het lievelingseten van Ruben? Ruben, onze neefje. Weet jij het? Ja, pannenkoeken. Zo, dat mensen dat zelfs weten. Nou ja, we moeten daar maar kijken of het goed was. Hoeveel subs heeft Dylan op zijn eerste kanaal? 1 miljoen, 1,1 miljoen, 500.000 of 250.000? Ja, ligt er een beetje aan wanneer het gemaakt is, hè? Want dat verandert nogal. Ja. Ik denk dat het toen 1, wow! Wie is dat? En Ruud de Zwerver. Dat zegt hij allemaal. Nou, daar gaan we dadelijk aan. 1,1 miljoen, zullen we dat doen? Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat dit wel redelijk, dit wel redelijk laat gemaakt is, toch? Welke kleur heeft Dylan zijn haar geverfd? Grijs? Ja, nu is het grijs, maar dat was toen niet. Toen was het zwart. Ja, zwart heb ik het ooit geverfd. Oh, ik denk dat wij dadelijk alles goed hebben. Oh, stel je voor, dan ben ik zo blij met dat ik ooit een keer een test doe waar alles goed is. Wat is de achternaam van zijn vriendin? Nou, nu nog Brugman! Ja. Maar deze quiz is over een jaar niet meer kloppend. Dan staat er Hagens Brugman. Dus Dylan Hagens fan aanpassen. Welk abonnement heeft heel lastig is deze vraag. Welk abonnement heeft Dylan op zijn telefoon? Oeh, dat is serieus? Hoe weet degene dat? Ja, maar die heeft hij gewoon een keer dat jij aan het bellen was gezien. Oh. Wow, mensen zijn sick! Maar wat diegene dus niet heeft bedacht is dat dat misschien nooit de telefoon van Dylan is. Dat kan. Het is in ieder geval T-Mobile. Hoe lang heeft de livestream geduurd? Ja, welke livestream? Er was geen livestream. Er was geen livestream. Nee, er is wel een livestream geweest en we hebben ooit een livestream van 24 uur gehad. Heeft Dylan een inloopkast? Ja. Nee, maar ook weet ik veel. Dat je dan goed zou hebben. Ja. Dat je dan weet ik veel invult en dat dat goed kan zijn. Hou je van Dylan? Hij is stom? Dat is een mening. Nee. Ja, maar hoe moet ik dat nu... Hoe moet ik invullen? Want ik wil deze 10 uit 10 goed hebben. Maar ik weet niet wat het goede antwoord is. Nou, hou je van Dylan? Dat is in principe wel een mening. Ja, dat is waar. Maar waarom staat er wel op het eerst van geen ja? En dan hij is stom en dat is een mening. Want nu staat er gewoon letterlijk alleen maar hij is stom. Nee. En dat is een mening. Nou, ik denk dat ze. Ja, maar het is Dylan Hagens fan. Dus ik denk dat het gewoon een mening is. Hebben we het goed? Wow! We hebben 10 van 10 goed. 230 mensen hebben deze quiz gedaan, of wat? Wow. Wauw, nou laten we nog eentje doen. We gaan er nog eentje doen, ja. Oké, dit is leuk, man. Hoe goed ken jij Dylan Hagens? Nou, deze persoon kent Dylan zo goed dat hij de achternaam moet eens bellen. Hij heeft een naam verkeerd.
Ja, maar hey, ik blame het niet dat heel veel mensen, echt jong en oud, schrijven mijn naam met EA in plaats van AE. Dit gebeurt zo vaak, maar ja. Het grappige is dan wel dat hier in de antwoorden Dylan Hagens wel overal goed is. Ja, dus geschreven. Dat is waarschijnlijk zo, oh, fout. Ja, zo. Dat doen heel veel mensen. Ja, goed opletten, want Dylan is geen Dylan Hagens, maar Hagen. Weet je wat veel volwassenen hebben? Nou. Die noemen mij Dylan Hagen. Ja, dat vind ik ook raar. Zonder S. Echt, dat gebeurt zo vaak. Oh, dat is Dylan Hagen, hoor ik dan. Jouw naam is sowieso wel lastig. Jij hebt vaak dat mensen rare dingen met jouw naam doen. Dylan? Ja, met Dylan Hagens is er niet zo'n moeilijke Dylan naam. Dylan Hagen. Dylan Hagen, is ook wel eens gezegd. Ja. Dylan Hagens, Dylan Hugens is wel eens gezegd. Dylan Hugens. Maar goed. Oké, we gaan het doen. Ja, hoe heet het tweede kanaal? Team Dylan Hagens. Welk tweede kanaal? Dylan Hagens 2 en... Huh? Ik ken Dylan Hagens niet eens, dus... Dat je deze test start en dan begint met... Ken hem niet eens, zullen we dat maar doen? Nou, dat ze... Nee, ik wil alles goed hebben. Dat zeggen alle volwassenen. Nee, niet alle. Inmiddels is het wel anders, maar ik hoor wel nog steeds heel vaak... Ik ken hem niet hoor. Wat voor video's maakt Dylan op het kanaal Dylan Hagens? Geen video weer. Wie is Dylan Hagens? Ga weg. Stel je voor, je gaat deze quiz doen en je zet over wie is Dylan. Ja, dan heb je het niet goed. Nee, oké. Goeie antwoorden. Man vragen? Nee, top 10 video's, comma speciale video's. Vlogs, ik denk dat ik het weet. Ja, dat heb jij. Jij weet echt veel van mij. Wie is de vriendin van Marit? Marie van der Weken? Hij heeft geen vriendin. Maar wie is Dylan? Of deze persoon heeft zieke humor? Ik denk dat deze persoon humor heeft, dat zie ik direct. Wie is Dylan nou? Heeft Marit een kanaal? Kun je ook terug? Nee, hè? Want dan zou je nu... Oh, Marit, oké, even terug. Nee, ja, nee, je kan niet volgen. Maar dit dan. Heeft Marit een kanaal? En zo, ja, hoe heet dat kanaal? Ja, ze heet niet Marit. Nee, hij heeft geen vriendin. Maar deze vraag gaat helemaal niet meer over. Dus heeft Marit een kanaal? Nee, hij heeft geen vriendin. Oh, ik hou je van. Ja, ik weet wel hoe mijn eigen kanaal heet. Heel goed, Marit. Dat is knap dat je dat nog weet. Ja, dat is lang geleden. Dus hoe heette de vier van het Dylan Hagens team? Dylan, Mert en Marit. Dylan, Marit, Teun en Rens. Dylan, Marit, Teun en Rick. Dylan, Willem, Rens en Rick. Dylan, Rick, Willem, Mert. Ik mis hier eigenlijk het antwoord. Wie is Dylan? Maar serieus, het kan een moeilijke vraag zijn. Als je die namen niet per se iedere dag hoort of kent, zeg maar. Ik denk dat veel mensen dat fout zullen hebben. Hoe heet de kat van Dylan? Loopy, Blacky. Hij heeft geen kat. Cengiz, Zwartje. Maar ook gewoon, hij heeft geen kat, maar dan wel een foto met mij en een kat. Ja, maar misschien heb je die voor één keer vast. Dat is waar, dat is waar. Ik denk dat Cengiz is. Maar hey, wel even een kleine correctie. Cengiz is wel verkeerd geschreven. Ja, D-Z-J-E-N-G-I-S. Ja, maar ook een moeilijke naam, dus ik vergeef het. Net zoals mijn naam heel moeilijk is. Even iets moeilijker. Oef. Hoeveel top 10's heeft Dylan tot nu toe al gemaakt? Geen tot nu toe. Geen tot nu. Ik hou van deze persoon die dit heeft gemaakt. Wie heeft het gemaakt? Zat er een naam bij? Ja, Dylan Fan. Dylan Fan, oh. Ik weet het eigenlijk ook niet. Maar ja, dit is natuurlijk ook op dat moment geweest. Zoiets. Denk je zoiets? Ik denk 152 toen. Doe dat. We doen gewoon wat we denken. Ja, dat zou zomaar spannend. Vanaf hier wordt het wat moeilijker. Wanneer is dit gedaan? Wacht. Antwoord. Is het een vraag? Ja. Geweldig, dit is zo makkelijk. Maar het was al zo moeilijk. Ja, leuk, boeien. puntje, puntje, puntje. Ja, wat is nou goed? Ja, ik zou voor een vraag doen, dat is het logische toch? Is dat een goed antwoord? Hoeveel video's heeft Dylan in totaal? Dus op alle tweede kanalen, jeetje. Dat is echt heel veel. Ik denk wel eens 770, sowieso. Oké, doe dat. Ja, ik weet het niet. Het ligt er ook aan wanneer dit gemaakt is. Kun je zien wanneer het gemaakt is? Oké, 2018? Oh. Ja. Oh, hoeveel animaties heeft Dylan al gemaakt? Nou, helemaal niks. Het heeft gek gedaan. Oh, we hebben de 100ste animatie gehad. Dit is een instinkertje. Hebben we toen de 100ste animatie gehad? Ik denk 125. Ja, dit is moeilijk, man. Ja, dat is echt moeilijk. Dit is echt moeilijk. Ja, hij heeft wel gelijk dat het moeilijker werd. Hoeveel apps heeft Dylan geprobeerd in een video? In een video? 1, 15, 8, 3 of hij heeft nooit apps getest. Nou, ik test apps en tegenwoordig ook weer op mijn gamekanaal. Abonneer je ook op mijn gamekanaal. Maar... Sluikreclame. Hoezo? Het is voor mijn eigen kanaal. Ja, dat is alsnog reclame. Ik krijg je niet betaald om dit te zeggen. Jawel, want als er nou weer een nieuwe viewer op dat kanaal zit, dan krijg je toch weer AdSense van die. Ja, maar ik krijg nu op dit moment geen geld om dat te zeggen van iemand. Waar is 5 euro? Dit is een moeilijke, want ik heb dus app reviews gemaakt vroeger op het teamkanaal. Nee, echt meer. 8, zeker. Echt? Ja. Nee, zeker niet. Jawel. Ja, nee, zeker niet. Oké, 8. We doen het gewoon. Oké.
Wat is de populairste top 10? 10 manieren om de klas uitgestuurd te worden. Dat is, hoef je niet eens over na te denken. Hoe heet de eerste top 10? De allereerste top 10, dat is... Nee. Die staat er niet bij. Vetste records dan? Nee. Nee, was toch... 10 raarste verslavingen was de eerste top 10. Ja. Misschien dan deze of deze? Nee, die is ook... Ja, dat is de vierde of de vijfde. Gestoorde gamers. Maar ik weet niet wat diegene nou als... Ik denk records dan. Doen we die. Ja, de allereerste top 10 is 10 raarste verslavingen geweest. Hoeveel video's waren het? Nou, niet zoveel. Ik denk 56. Vind ik nog best wel veel. Weet je hoeveel dat is? Ja. Dat is veel. Hoe vond je deze test? Oeh. Oef. Ook weer zo'n... Maar wat is het goede antwoord op zo'n vraag? Super geweldig. Leuk, saai. Gewoon een... Ik denk dat we dit moeten doen. Ja, ik denk dat... Die persoon zijn eigen test ook leuk. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Dat denk ik wat ook. Denk je? Hoeveel vragen hebben we goed? Ja, ik ben hier wel een beetje bang voor. Ik denk 11 of 12. Nou, let's go. Wow, 11! 11! Wow! En er staat wel een tip bij. Je bent best een goede fan. Maar misschien een beetje meer willen kijken. Oh shit, ik moet meer Dylan Huig. Ik word wel gek van mijn eigen kop. Moet ik nog meer gaan kijken. Maar hey, mensen hadden dus 9,6 gemiddeld goed, hè? 9, dat is bijna evenveel als wij. En wij zijn Dylan Hagens en Marit Brugman. Oké, nou, zullen we deze doen? Dit is de allernieuwste quiz die gemaakt is. Allernieuwste quiz. En ook weer met EA. Waarom? Maar er gaat toch iets mis, hoor. Oké, daar gaan we. Dylan Hagens woont bij zijn ouders in 2019. Hebben ze erachter gezet? Dat is wel slim. Dat is slim. Daar ben ik blij mee. Dat is fout, kan ik je zeggen. Ja. Okay. Zijn kantoor is in Venray. Venry. Nee, dat is niet. Dat is niet waar. Het is in Venray. En dit is misschien wel een strikvraag, want het is niet in Venry. Strikvraag. Oh ja, waar. Zijn vriendin heet Juppie. Ja, waar. Nee, dat is helemaal niet waar. Oh, nou ja, sinds vandaag heet je vriendin nou niet meer Marit. Oh, wow. Nee, het is mijn verloofde. Rick is verslaafd. Rick is verkeerd geschreven. Ook nog eens. Is dit een strikvraag? Ja, dit kan goed over een andere Rick gaan. En misschien is die Rick wel helemaal niet verslaafd aan bier. Dus dit is fout. En trouwens, onze Rick is ook niet verslaafd aan bier. Nee, hij drinkt graag bier. Maar verslaafd is wel even heftiger. Hè? Dan, ja? Dat betekent dat je iedere dag bier moet. Huh? Wacht. Dat stond net, hij woonde in Venray. Ja, nu is het in Flevoland. Nee, dat is fout. Zijn kantoor is in een boerderij. Was het maar waar, grappig. Ja, nee, dat is niet, helaas. Hij heeft een kat. Dat is waar. Hij verkoopt kleren. Nee. Maar zij zeggen waarschijnlijk waarom. Oh, je bedoelt dat ik merchandise verkoop? Ja. Ik dacht, hij verkoopt kleren. Ik dacht, nee. Zo oude kleren of zo. Nee, ik verkoop wel merchandise. Ja, oké, nee, goeie. Goeie. Hij houdt van zijn fans. Ja, absoluut niet waar. Nee, grapje. Nee, dat is absoluut waar. Maar hoe weet deze persoon dat? Omdat hij in mijn hart kan kijken. Weer een plaatje voor op Discord. Was dit een leuke quiz? Waar of fout? Ik kan het serieus de hele dag doen met dat quiz. Ik vind het hilarisch. Was dit een leuke quiz? Ja, waar. Was een leuke quiz. Leuke nieuwe quiz. Oké, hoeveel hebben we er goed? Wow! Oh, we hebben eentje fout. Oh, eentje fout? Waar is dit misgegaan? Huh? Kunnen we niet eens zien welke fout? Dat kunnen we niet zien. Zo, dat was hilarisch. Ik vond het leuk. Ja, hey, ik heb misschien een leuk plan. Ja. Kunnen wij niet zo'n quiz zelf gaan maken, maar dan echt extreem moeilijk maken? Ja. Dus echt vragen die echt heel lastig zijn om te weten van ons. Echt heel lastig. Je kan erachter komen, maar het is heel moeilijk, zelfs als je research doet. Wow, sick. Ja, laten we dat doen. Ja? Mm-hmm. Oké, dus we gaan in de beschrijving een linkje zetten van een quiz die echt extreem lastig is. En dan mogen jullie hem in gaan vullen. En maak zelf ook nog natuurlijk quiz. Ja. Misschien kunnen we dit in de toekomst weer een keer gaan doen. Zeker. En vooral leuke vragen zoals, wat vind je van deze quiz? En hoe moeilijk is deze quiz? Die gaan we er ook wel in doen. Wat vind je van deze quiz? Ja, sowieso. Ja, vonden jullie deze video nou leuk? Klik dan op het duimpje omhoog. Klik gratis op abonneren om te hoog te blijven van de nieuwste video's op dit kanaal. En klik natuurlijk op het belletje. Bedankt voor het kijken allemaal. En tot de volgende keer maar weer. Later!